Hallo, hier is Life Coach Wout weer. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. In de vorige modules hebben we gekeken naar de kracht van taal en we hebben gekeken naar je missie en drijfveer, etc. We hebben ook gekeken naar wat motiveert je nou intrinsiek en extrinsiek. Ik ben benieuwd wat je conclusies zijn geweest. Vergeet ze niet te vermelden hieronder in het comment systeem, want dat helpt ons en ook de andere leerlingen om nog beter te gaan leren en presteren. Waar we het vandaag over gaan hebben, is als je weet wat je missie is in je identiteit, in je waarden en je gedragingen, en je hebt je taalgebruik krachtig gemaakt en je gebruikt dat transformationeel taalgebruik, dan is er nog één ding wat je kan doen wat nog heel goed werkt om je overtuigingen over die belangrijk voor je zijn, te krachtiger te maken. Dat noemen we affirmaties. Het is een heel simpel en krachtig middel. Het is eigenlijk een positieve spreuk die nieuwe overtuigingen in werking stelt. Dat is een affirmatie. En als je maar in gelooft en ze maar vaak genoeg met intensiteit herhaalt, dan wordt het voor je brein wordt het gewoon waarheid. Dus de kunst is, kun je affirmaties gebruiken om beperkende overtuigingen die je had, om die te elimineren en daar een krachtige overtuiging van in de plaats te zetten en dat te versterken met affirmaties die je ondersteunen. Oké, ik geef je een aantal affirmaties die zouden kunnen. Elke dag dat ik leer, word ik slimmer en slimmer. Dat is een positieve affirmatie. Of bijvoorbeeld, elke keer als ik een conflict heb, dan leer ik wat de weg is naar een foute beslissing en ik leer daar ook wat de weg is naar een goede beslissing, waardoor ik krachtig word in conflict hanteren. Ik ben een heel en compleet mens en ik heb alle capaciteiten al in mij. Dat is ook een hele mooie affirmatie. De rust is altijd in mij, elke dag dat ik rustig oefen op beter en beter ademhalen. Het zijn voorbeelden van affirmaties die zouden kunnen. Dus het zijn korte spreuken die je motiveren om de overtuiging die je wil neerzetten krachtiger te maken. Als jij bijvoorbeeld, ik ben dom, negatieve overtuiging, dan helpt het niet voor je brein te zeggen, ik ben slim. Wat wel helpt, elke dag dat ik oefen in deze techniek, word ik slimmer en slimmer. Die is wel waar. Of bijvoorbeeld, het leven moet perfect zijn, zou je ook kunnen zeggen, in het leven mag ik per situatie beoordelen wanneer ik 100% perfectie nastreef, 90 en 80. Dat is een vorm van affirmaties die helpt om te ondersteunen. Nou, doe je dat en je zegt dat 's morgens en 's avonds tegen, dan zul je merken dat het een waarheid wordt. Omdat je er veel meer in gaat geloven. Je zet het veel meer in beeld. Hele leuke oefening. Dus de oefening is, ga naar oefening 10. En schrijf eens 3 affirmaties op die jou ondersteunen. Stuur ze dan naar ons toe via het comment systeem en dan zal ik ze beoordelen. Alright? Groetjes van Wout Plevier. Hoi!